Of je nu een beginner bent of al jaren ervaring hebt, iedereen ervaart wel eens weerstand bij het volhouden van je meditatieroutine. Als je een drukke dag hebt gehad en je komt 's avonds thuis en je zit op de bank, en dan hoor je die redenen en die excuses al in je hoofd om niet te gaan mediteren. En die klinken ook allemaal heel geloofwaardig. Ik heb het vandaag te druk om te mediteren, ik ben te onrustig, ik ben te moe, ik heb geen zin om nog iets te moeten. En zo denk je van, nou ja, één dagje overslaan, dat kan toch geen kwaad. En zo begint het ook vaak met goede voornemens tijdens nieuwjaar. En we willen allemaal een betere gezondheid ervaren. En vanuit hier, vanuit je mind, weet je al heel goed wat voor jou ongezond is en gezond is. En dat is eigenlijk het makkelijkste deel. En je begint ook enthousiast. En na verloop van tijd merk je toch vaak dat de klad erin schiet en dat je motivatie telkens meer afglijdt om de routine vol te houden. En dat geldt eigenlijk ook met meditatie. Ook al weet jij heel goed dat de wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat meditatie ontzettend veel positieve gezondheidseffecten heeft op mentaal vlak. Dat je wanneer je onrust in je hoofd ervaart, een vol hoofd hebt en je het lastig vindt om te concentreren, of op emotioneel vlak, je hebt moeite met het op een goede manier, op een gezonde manier, je emoties als boosheid en verdriet toe te laten, waardoor je vaak gefrustreerd voelt of merkt dat je een kort lontje hebt. En ook op lichamelijk vlak, het gepieker in je hoofd, de onrust in je lichaam door opgekropt verdriet, dat geeft ook gezondheidsklachten als dat je slechter kunt slapen, hyperventilatie, darmklachten. Dus ook al weet je het allemaal hoe gezond een gedragsverandering kan zijn, toch is er iets wat je ervan weerhoudt en je toch blijft hangen in die oude patronen, juist waar je zo graag van af wilt. En daarom is het ontzettend belangrijk dat je weet waarom je mediteert. Want iedereen heeft een druk leven. En je kan altijd wel een reden bedenken om jouw dagelijkse meditatiemomenten, dat je echt ruimte maakt voor jezelf om te mediteren, dat je die uitstelt of zelfs afzegt. Dus is het heel belangrijk dat je gaat voelen van hoe waardevol is dit moment voor mij. En wanneer ik dagelijks een moment voor mij, een meditatiemoment neem, ik neem echt ruimte voor mezelf. En daardoor ben ik mezelf beter leren begrijpen en beter leren kennen. En dat maakt dat ik telkens meer durf te vertrouwen op mijn gevoel. Dat ik weet wat belangrijk voor mij is, waarvan ik energie krijg of wat mij juist energie kost. En ik dus ook gezondere keuzes voor mezelf elke keer weer opnieuw kan maken. Telkens weer naar een hoger niveau. Om maar over een niveau te spreken. En daardoor ervaar ik meer innerlijke vrijheid om mezelf te mogen zijn. Om te kiezen voor mezelf. Vanuit liefde, vanuit mijn hart. En die vrijheid is voor mij een hele belangrijke waarde. En op momenten dus dat jij dat hele orkest in je hoofd met al die redenen en excuses weer hoort praten, dan is het heel belangrijk dat je realiseert dat je een keuze hebt. Ga ik een passagier zijn, een volger zijn? Ga ik automatisch mee in die gedachte? Geloof ik die gedachte? En volg ik het als een passagier? Ja, ik ben nou eenmaal te moe om te mediteren, dus ik ga op bed liggen en dan lig je uiteindelijk op bed lig je nog een uur een film te kijken. Of ik heb zo'n drukke dag gehad vandaag, ik ga even ontspannen met mijn tablet.
voor een half uur. En dat is geen ontspannen. Dus je reageert automatisch, onbewust op die gedachte. Of je kiest ervoor om de chauffeur te zijn van je eigen leven. Je herkent die gedachte in je hoofd, dan komt die weer omhoog. En je neemt verantwoordelijkheid voor die gedachte. Je observeert jezelf als het ware, daardoor creëer je ruimte om eens te kijken van oké, ik heb een keuze. Ik kan volgen, ik kan meegaan, ik kan nog een uur televisie gaan zitten kijken. Of luister ik naar mijn hart, ga ik echt naar mijn gevoel van ja, wat is nu de belangrijkste keuze voor mij? Die weerstand die zie ik juist als een geweldig moment om te groeien. En als ik dan ga voelen wat voor mij de beste keuze is, het is niet altijd de makkelijkste, maar wat voor mij de beste keuze is, als ik eerlijk ben naar mezelf en als ik dan, stel dat ik morgen wakker zou worden en ik zou terugkijken, waar zou ik dan het meest trots op zijn qua keuze? Ja, dan weet ik dat ik het meest trots ben dat ik toch ben gaan mediteren, dat ik mijn yogamat heb gepakt en dat ik ben gaan liggen. En of dat nou 10 minuten is of 20 minuten of een half uur. Ik heb gekozen voor mezelf en ik weet altijd, hoeveel weerstand ik ook ervaar, dat die meditatie mij iets waardevols oplevert. Altijd. En dan ben ik de chauffeur van mijn eigen leven. En dat is dus, dat hoort bij je persoonlijk ontwikkelen, dat je leiding neemt over je leven en jezelf stuurt in de richting die je wilt. Dus 1 is dat je die gedachten herkent bij jezelf. En 2 is dat je daar dus verantwoordelijkheid voor neemt. In plaats van dat je jezelf op heterdaad eigenlijk betrapt van hé, daar is die gedachte weer. Of hé, ik ga weer automatisch mee met die gedachte en ik volg het en ik zit eraan vast. En dat is 3. 3 is dat je gaat realiseren dat je een keuze hebt. En die keuze creëert ruimte. En daardoor creëer je innerlijke vrijheid. Je creëert vrijheid omdat je nu kunt kiezen. Ga ik linksaf, ben ik de volger? Of ga ik rechtsaf, ben ik de leider? Ben ik de passagier of ben ik de chauffeur van mijn eigen leven? En het gaat er alles behalve omdat het allemaal perfect gaat. Ik mediteer meer dan 20 jaar en nog steeds kom ik iedere week wel, herken ik die gedachtenpatroon in me van, ik ben vanavond te moe om te mediteren. Ik sla hem over. En dan is het weer heel belangrijk dat ik mezelf daarin vergeef. Dat ik het patroon in mezelf herken, dat ik weer in mee ben gegaan. En ik de volgende dag weer even helder voel vanuit mijn hart wat mijn intentie is, waarom het voor mij heel waardevol is, dat ik toch die routine weer ga oppakken. Dus laat alsjeblieft de perfectie daarin los. En daardoor ervaar ik weer, in plaats van die chaos, dat ik weer meega in de drukte in mijn hoofd en het gepieker. En de onrust in mijn lichaam voel en dingen forceer. En dat ik weer meer helderheid in mezelf ervaar en kracht in mezelf ervaar. Zekerheid. En dat geeft vrijheid, omdat ik kies voor mijn gevoel. Wat voor mij het belangrijkste is. Dus niet alleen bedenken wat vanuit je hoofd heel gezond is, maar dat je het ook voelt. Wat is waardevol voor mij? En wil jij je meditatieroutine weer oppakken? Misschien vind je het dan fijn om te beginnen met de meditatie terugkomen bij jezelf, loslaten van spanning. De link van die geleide meditatie vind je in de beschrijving hieronder. En misschien vind je het ook fijn om te delen wat jouw ervaring is bij het volhouden van jouw dagelijkse meditatieroutine. Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel hem dan ook graag in de opmerking hieronder. Ik antwoord hem altijd. Ik dank je weer voor je tijd en ik dank je weer voor je energie.